Cassinetti. Hoge bal gespeeld door hem. Kan Dessers daarbij? Kan Dessers daarbij? Nee, dat kan hij net niet. Het is Popovic, de keeper, die hem net op tijd opraapt. Van het zijn oogpunt te zien dan. Anders had Dessers hier weer in een Europese uitwedstrijd kunnen scoren. Zoals die Hubert deed in Berlijn en in Praag. 0-0 de stand. In die wedstrijden was hij overigens invallen. Nu oppassen als Quincy Menig daar makkelijk wegdraait. Menig gaat mee, gaat een vrije goal. Een vrije schietkant. De goal voor Partizan. Feyenoord daar wel fel druk aan het zetten. Het levert weer een inworp op voor het team van Arne Slot. In de buurt van het 16 meter gebied van Partizan. Inworp snel genomen. Huisners, die de bal dan richting Dessers probeert te pompen. Bal weer weggekopt door Partizan. Ze lijken ook echt uit te komen, maar daar steekt Huisners dan weer uitstekend een stokje voor. Sterke fase van Feyenoord. Kans misschien. Toornstra, Toornstra, Toornstra! 1-1! Feyenoord voert de druk op en Toornstra wordt vrijgespeeld en schuift die bal binnenkant. Bal binnen! 1500 Feyenoord-fans vieren een heel groot feest. En ja, de politie gaat nu richting die bakken. Wat een ongelofelijke goal van Toornstra. Dan mag hij eindelijk als aanvoerder vandaag weer eens in de basis beginnen. Zo bekritiseerd ook de laatste weken. Maar de aanvoerder maakt de 1-1 via de binnenkant van de paal. En zo zitten beide ploegen mee. Uit de eerste de beste kant is het raak. Bal wordt naar voren getrapt. Die bal nog aangeraakt door Malasia. Slordig gedaan. Want die bal was veel en veel te hard. Had sowieso over de achterlijn gegaan. Nu geeft Feyenoord na 10 seconden een hoekschop weg. Ja, zo help je de tegenstander toch wel een beetje. Misschien wel in het zadel. Gaan ze een hoekschop krijgen? Gaat het publiek hierachter staan, Horris? En gaat hier misschien wel de eerste grote kans naar rust komen. Als Bijlo zijn mannen ietsje meer van die 5 meter gebied af probeert te stoppen, dan is die hoekschop niet goed. Markovic vraagt daarom de bal. Die voormalig speler van Liverpool. De bal wordt erin gepompt. En daar wordt de bal gekopt. En gelukkig weggehaald. Kan nog geschoten worden. 2-1. Oi, 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 oi. Jovic, de invaller. Hij maakt 2-1. En de 10 Partizan spelers gaan naar de fanatieke aanhang toe. Malasia wil volgens mij zijn fout zodanig goed maken dat hij wel heel ver op de helft is. Toornstra, Kukciu. Ja, het kan nog misschien. Als daar de bal nu naar Dessers. En die maait over de bal. En ja! Yeah! Dessers met de 2-2. Daar is hij weer. Cyrielleke Dessers. Als hij die bal krijgt, hij hem helemaal niet voor raakt. Maar hij gaat er wel in. En nu gaan al die Feyenoorders over de boarding naar het uitvak. Om daar het feestje te vieren. Dessers 2-2. Hij lijkt uiteindelijk te stuiten op die doelman, die Cyriel Dessers. Maar tergend langzaam. Maar dat zijn eigenlijk de lekkerste. Gaat hij er toch overheen. Weer een Europees uitdoelpunt van Cyriel Dessers. Weer een essentieel doelpunt van Cyriel Dessers. Maakte de winnende in Berlijn. De 2-2 in Praag. En het is nog maar de vraag of het bij 2-2 hier in Belgrado gaat blijven. Maar hij heeft hem wel weer op zijn naam staan. Cyriel Dessers met een hele belangrijke gelijkmaker. Niet de mooiste. Maar wel heel belangrijk. Aan de rechterkant van het veld, fijn dat de bal. Goede bal nu van Nelson met de buitenkant meegeven. Ook een Kukciu. Kukciu Malasia. Malasia kan ver komen. Malasia kapt daar een tegenstander uit via Kukciu. Ah, die bal lijkt me te hard. Nee, Sinisterra kan binnenhouden. Hij leek me wat hoog. Maar Sinisterra die daar makkelijk dartelt langs zijn tegenstander. Luis Sinisterra. Tweede helft nog niet gezien, maar hier wel. En hier komt de kans op de 3-2. Schiet naar binnen. Nelson liggen penalty. Toch schrijft 3-2. Ja! Ja! Lucio Gintruida die de 2-3 maakt. Wat een geweldige aanval en de goal. 2-3, Gintruida. Bij het uitvak vieren ze feest en de rest van dit stadion valt eindelijk een beetje stil na 64 minuten. Wat een geweldige actie van Luis Sinisterra. Die dolt er niet 1, die dolt er niet 2, die dolt er 3. Trekt die bal voor en eigenlijk moet Nelson hem dan al afmaken. Maar als die het dan niet doet, dan denkt Gintruida, weet je wat? Ik hengst die bal er wel even in. 2-3, geweldig. En dan zien we dat er nog maar 20 minuten te spelen zijn. Dan zijn wij tegen die Higgler altijd nog netjes, toch? Ja. Feyenoord voor in Belgrado. Als de bal nu naar Dessers gaat, hij dus vandaag ook weer belangrijk. Hij maakte de 2-2 en een afstandsschot gaat erin. 2-4. Wow, wat een geweldige goal zeg van die Sinisterra. Die bal die ploft op de rand van het 16 meter gebied. Hij neemt hem eens een keer uit de lucht en die bal valt achter die doelman. Wat een geweldige goal is dit. 2-4 en wat een geweldige avond is dit. 20 minuten voor tijd brengt Feyenoord de marge op 2. 2-4 bij een Europese uitwedstrijd, bij een Europese overwintering. Knijp even in mijn arm, Sinclair. Wat is dit voor een avond?
Want Feyenoord is nu een beetje aan het freewheelen ook. Uisnes pompt de bal in richting dat doelgebied. Daar staat nog steeds Senesi. En als hij de bal niet goed kon controleren, is er opeens ruimte voor een counter. Maar die wordt er dan toch weer vakkundig uitgehaald door Gernot Trauner. Die geeft de bal dan weer mee. Komt hier de volgende Feyenoord goal weer met Dessers. Met Dessers. Hier is de 2-5. Is dat dan geen buitenspel? Als het geen buitenspel is, dan gaat Toornstra ook richting dat uitvak om een feest te vieren. Gaan de nodige supporters hier het stadion al verlaten, want die kunnen het niet meer aan. Een hoop supporters gaan nu het stadion verlaten, ook voor ons. Pen gaat de zak in, de pers gaat weg met wat tato's op hun, in hun nek. En Feyenoord met de 5-2, wat een geweldige aanval. En Toornstra met zijn tweede, hij tikt binnen. 5-2, wat een ongekende cijfers hier in Belgrado. Vanuit de veiligheidsoverweging gaan we niet al te hard gillen ook meer bij deze goals. Want sommige kijkers, die kijken zo boos onze kant op ook. Die kijken zo boos hierheen. 2-5. Maar van binnen juichen we ook bij deze heel erg hard, geloof me maar.